Hallo en welkom mensen. Ik ben hier bijna precies op hetzelfde plek waar ik toen wilde eetbare planten in heb gedraaid. En nou, mij kwam het idee dat het misschien leuk zou zijn als ik vandaag aan jullie kan laten zien hoe het zit met het verschil tussen de dauwbraam en de gewone braam. En daarom ga ik nu proberen om deze twee soorten te vinden. En dan zal ik jullie het verschil laten zien. Ja, en ik heb met één geluk, want hier hebben wij de dauwbraam. En ja, even kijken. Ja, hier zie je het. Ze is een beetje fluwelig. En ja, ook de, ik noem het eens bollen nu, zijn iets groffer dan bij de gewone braam. Ik zal het verschil nog laten zien, doordat ik nu op zoek ga naar de gewone braam. Ja, en hier dus de gewone braam, zoals wij hem ook uit de supermarkt kennen. Je ziet duidelijk dat hij niet fluwelig, maar glad is. En dat die bollen ook duidelijk kleiner zijn dan bij de dauwbraam. Ik zal deze nog een keer naast elkaar laten zien. Ja, en hier zie je het verschil duidelijk, denk ik. Ja, bijna iedereen en ook alle boeken zeggen dat de dauwbraam duidelijk minder smakelijk is dan de gewone braam. Ik vind het persoonlijk ook zo, maar ik denk dat het komt omdat wij, de gewone braam meer gewend zijn. Maar waarvoor je geen braam hebt, kan je natuurlijk altijd ook de dauwbraam oogsten. En dat is altijd beter dan niks. Viel Plezier!